Als het aan de overheid ligt, zien grote delen van Brabant er binnen afzienbare tijd zo uit. De provincie is in opdracht van de Rijksoverheid aan het inventariseren welke gebieden tot natuurgebied omgedoopt kunnen worden. Voor het zover is, heeft gedeputeerde Onno Hoes een rondje gemaakt door Brabant, langs de boeren en kwekers die op die gebieden wonen. Vandaag de finale. Boomkweker Wim Jochens uit Sundert was als laatste aan de beurt. Ziet u de plan een beetje zitten? Nou, ik heb er wel mijn bedenkingen bij, ja. Als ze die waterpeilvergroening door gaan voeren, dan voor mijn bedrijf zal het wel finesse zijn, denk ik. Dus in feite gaat de provincie u dan gewoon verdrinken? Daar komt het wel op neer, ja. Nou, we zijn hier expres vandaag gekomen om dat te voorkomen. Dus het is belangrijk om te kijken hoe je enerzijds natuur nog verder kunt herstellen. Dat betekent voor een deel gaan van natten. Maar anderzijds moeten we wel zorgen dat de economische activiteiten in het gebied wel gebruikt kunnen worden. Dus zowel de boomtelers als de particuliere grondeigenaren. Daar moeten we met respect mee omgaan. Dus de komende paar weken is er veel huiswerk te doen. Het klinkt natuurlijk hartstikke mooi. En het moet ook heel mooi gaan worden, een natuurrijk Brabant. Maar zonder economie ook geen ecologie. Nee, het is helemaal mee eens. Je hebt economie en ecologie moeten absoluut met elkaar in balans zijn. Dus dat betekent dat we heel goed moeten kijken naar de belangen van de boomkwekers. Met hun ook serieus gesprek aangaan. Van wat zijn je toekomstmogelijkheden hier sowieso? En nogmaals, de komende paar maanden zullen we daar veel huiswerk aan hebben. Want op 3 maart hebben we een informatieavond in de Wissel hier in Sundert. En dan moet ik wel goede antwoorden kunnen geven aan de bewoners. Dus dat betekent dat we flink aan de slag gaan de komende tijd. In totaal heeft de provincie Noord-Brabant 30 aankoopplannen. Het verkenrondje is afgerond. Nu gaat er geld op tafel gelegd worden. Nou, zover is het op dit moment nog niet. Ik denk dat we eerst goed moeten inventariseren of de plannen die we nu hebben, of dat nog verbeterd kan worden. Want ik denk dat je in technische zin, als het om waterhoogtes gaat en de verdeling van het water over het gebied, verschillende keuzemogelijkheden hebt. En die scenario's zullen we met elkaar in beeld moeten brengen. En dan samen met de boomtelers en de gemeente en met het waterschap om tafel gaan zitten om te kijken wat de beste oplossing is. En dat er een aantal bedrijven misschien zou willen verhuizen, ook hier gebruik van willen maken, daar moeten we het ook in ondersteunen. Jochems denkt dat er sowieso geen geld op tafel komt. Nou, dat zal ook nog moeten blijken, want ik denk dat ze gewoon een beetje een uitsterfbeleid op nahouden. Dat gewoon inhoudt dat ze een beetje aan blijven modderen en dan kijken hoe lang het gaat duren, hoe lang we het volhouden. Of de voeten droog blijven en de lachende gezichten van nu bestand zullen zijn tegen al dat water, de tijd zal het ons leren.